Hallo allemaal en welkom bij de White Cooling Games woonkamer. Vandaag zijn we boeren in Argentinië en willen we grond opkopen. En daar willen we lekker veel groot landgoed neerzetten. Die heten ook wel haciendas, heb ik geleerd. En met haciendas kan je dan weer oogsten en je kan dieren opkopen en weer verkopen aan de markt. Zo verdien je punten en de speler met de meeste punten, die wint het spel. Wil je nou weten hoe jij een goede, welvarende boer kunt worden? Kijk dan mee naar deze uitleg van Hacienda. De voorbereiding. Er zijn twee speelborden met elk een unieke zijde en letter. Voor het eerste spel raden we je aan om met zijde A te spelen en dat zullen we ook in dit voorbeeld doen. Op elk van deze velden, genaamd watervelden, leg je een waterfiche. Schud de landkaarten en geef iedere speler er 8. Van dezelfde stapel trek je 4 kaarten en deze leg je open naast de stapel. Dit noem je het aanbod. Aan de hand van het aantal spelers verwijder je willekeurig een aantal dierkaarten. Wij spelen in dit voorbeeld met 4 spelers en moeten we 10 dierkaarten wegleggen. De overgebleven dierkaarten schud je en je deelt er 4 aan iedere speler. De overgebleven dierkaarten verdeel je in 2 stapels waarvan je er 1 tijdelijk weglegt omdat we die later gaan gebruiken. De andere stapel leg je naast het speelbord en dat is de landkaarten, pak je er ook 4 van voor het aanbod. Iedere speler kiest een kleur en krijgt de bijbehorende dierfiches en een scoreschijfje en je krijgt een overzicht voor het spelverloop en de puntentelling. De scoreschijfjes leg je op veld 0 van het scorespoor. Leg alle landtegels, watertegels, oogstfiches en haciendas in een algemene voorraad. Een aantal haciendas verwijder je uit het spel aan de hand van het aantal spelers en met 4 spelers bij ons voorbeeld verwijderen we er eentje. Het geld sorteer je en leg je op tafel als de bank en iedere speler krijgt 20 peso's. Tot slot kies je een startspeler die de startspelertegel krijgt. Het spelverloop. Het spel wordt gespeeld in beurten en spelers zijn na elkaar met de wijzers van de klok mee aan de beurt. De startspeler begint en de speler die aan de beurt is kan maximaal 3 acties uitvoeren, maar je hebt keuze uit veel meer. Je mag alle acties meerdere keren uitvoeren per beurt, met uitzondering van het kopen van een watertegel of een hacienda. Laten we nu kort kijken naar elke actie. Een land- of dierkaart kopen. Je kan 3 peso's betalen om een kaart uit het aanbod te pakken, of je kan 2 peso's betalen om de bovenste kaart van een dier- of landkaartstapel te pakken. Als je kaarten uit het aanbod pakt, dan vul je deze meteen weer aan tot 4 kaarten. Een landkaart spelen. Je kan een landkaart uit je hand spelen en een landfiche in jouw kleur op een leeg veld op het speelbord leggen met hetzelfde landschap als op de kaart staat. De gespeelde kaart leg je vervolgens op de aflegstapel. Pampa-tegels zijn speciaal en hier mag je alleen maar een landfiche opleggen als deze grenst aan een andere landtegel in jouw kleur. Pampa is overigens de benaming voor het subtropisch grasland dat het grootste gedeelte van dit bord in beslag neemt. Een dierkaart spelen. Net als bij een landkaart spelen leg je ook de dierkaart uit je hand neer en pak je het bijbehorende fiche in jouw kleur. Je mag het dier op een leeg pampaveld neerleggen, maar het fiche moet wel grenzen aan een landtegel in jouw kleur of aan een dierfiche met hetzelfde dier in jouw kleur. Als je een dier neerlegt en deze grenst aan de markt, dan ontvang je geld gelijk aan het aantal dierfiches van deze soort in jouw kleur in die keten en het aantal verbonden landtegels in die keten. In dit geval zouden we dus 5 pesos krijgen. Een watertegel kopen. Je kan ook flink investeren door 12 pesos te betalen, een watertegel te pakken uit de voorraad en deze op lege pampenvelden op het speelveld te leggen. Een hacienda kopen. Een andere investering die je kan doen is het betalen van 12 peso's om een hacienda uit de voorraad te mogen pakken en deze te plaatsen op een dierfiche of een landtegel in jouw kleur. Op elke keten kan je wel maar slechts 1 hacienda zetten. Oogsten. Tot slot kun je ervoor kiezen om een oogstfiche uit de voorraad te pakken en deze neer te leggen op een landtegel in jouw kleur. Je ontvangt 3 peso's per landtegel in deze keten, dus nu zouden we 9 peso's krijgen. En dat is bij haciendas, mag er op elke keten maar 1 oogstfiche liggen. Zodra de oogstfiches in de voorraad op zijn, mag je deze actie gebruiken om een oogstfiche op het bord te verplaatsen
naar een andere keten waar nog geen oogstfiche ligt. Einde van het spel. Spelers kiezen op deze manier steeds tot maximaal 3 acties en geven de beurt daarna door. Als de stapel met dierkaarten voor de eerste keer leeg is, dan leg je de tweede stapel met dierkaarten neer die we aan het begin apart hadden gelegd. Als deze stapel voor de tweede keer leeg is, wordt de huidige ronde uitgespeeld en daarna volgt de puntentelling. Je krijgt voor een aantal fiches, ketens en plekken op het bord punten. Zo krijg je punten voor het aantal verschillende markten dat je bereikt hebt met één of meerdere diertegels van jouw kleur. Je scoort 2 punten voor elke landtegel in je kleur die onderdeel is van een keten van minstens 3 landtegels. Je scoort ook 1 punt voor elk dierfiche en landtegel in je kleur aangrenzend aan een watertegel. En je krijgt 1 punt voor elk dierfiche of landtegel dat onderdeel is van een keten met landtegels of dezelfde dierfiches in je kleur waarop een hacienda staat. En tot slot krijg je nog eens 1 punt per 10 pesos die je bezit. De punten hou je bij met je scoreschijfje en de speler met de meeste punten wint het spel. Ja, boer zijn in Argentinië kan niet altijd even makkelijk zijn, maar als je toch nog meer uitdaging zoekt, dan kan je dus nog andere zijdes van het bord uitproberen die zelf dan ook weer met extra regels komen. En wil je überhaupt andere tegellegspellen zien? Dat kan zeker op onze website, dus ga vooral snel naar www.whitekoeplinggames.nl. Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal, doe een duimpje omhoog als je video leuk vond. En als je vragen hebt over dit spel, dan kan je ze stellen onder deze video in de reacties. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie bij de volgende uitlegvideo.